Beste leerlingen van B2. Vandaag gaan we het hebben over hoofdstuk 4, paragraaf 7. Zie ik dat goed in beeld? Ja, paragraaf 7. Daar gaan we het over hebben. Getiteld met de naam Onze cultuur, Nos Cultura, Our Culture. The Culture of Curaçao, daar gaan we het over hebben. En hoe die gevormd is door de geschiedenis. Nou, welke definitie van cultuur houden we nou aan? Dus hoe bekijken we cultuur? Nou, hierboven zie je een aantal voorbeelden: empel, ja, geloof, tradities, architectuur, dus landhuizen. En we zien ook de feesten, nationale feesten, gelovige dagen. Nou, dat zijn allemaal voorbeelden van cultuur in Curaçao. Ja, dus cultuur. Gewoontes gebruiken. Kostumber, heb ik gevonden in het woordenboek. De gewoontes en gebruiken van een bepaald mensen in een bepaald gebied. In dit geval gaat het om de gewoontes of de gebruiken van mensen in uh, Curaçao, dat is het gebied waar we het over hebben. Ja, dus alle gewoontes die mensen hebben in een bepaald gebied. We hebben de afgelopen powerpoints en de afgelopen lessen en afgelopen filmpjes al wel wat cultuur behandeld. Zo kun je bijvoorbeeld spreken over herengedrag en slavengedrag. Daarover hebben we het gehad. Ja, dus dat zijn dingen die teruggekomen zijn. Nou, die herengedrag en dat slavengedrag zijn zeg maar negatieve aspecten. Die door de eeuwen uh, heen door zijn gaan spelen. Maar er zijn ook enkele positieve aspecten aan de cultuur van Curaçao. Die in de loop der eeuwen, Sigio, is ontstaan. What is, possible, what is positive about the culture of Wat is positief aan de cultuur van Curaçao? Nou, we hebben het over de segmenten gehad. En er zitten ook wel voordelen aan die segmenten. Er zijn aspecto positivo, bentagha. Als we kijken naar de segmenten die lagen in de samenleving en hoe dat in elkaar zit. Wat zijn dan die positieve aspecten, positieve eigenschappen, zou je ook kunnen zeggen? Nou, het heeft niet alleen nadelen, want elk segment heeft invloed gehad op de muziek. Dus al die verschillende groepen hebben bijvoorbeeld invloed gehad op de muziek. En waar heb ik het dan over? Nou, de muziekinstrumenten, de tambu en de tumba. Ja. Deze bijvoorbeeld, deze trommel. Typisch voor Curaçao, wordt ook gebruikt tijdens carnaval. En tijdens het oostfeest in het voorjaar wordt deze uh, muziekinstrument gebruikt. En daar zijn ook muziekstijlen uit voortgekomen. Die zombie, ECU, als ik het goed uitspreek. Ja, allebei muziekstijlen en feesten... die zijn voortgekomen uit die mengeling van verschillende segmenten. En die muziekstijl die nog steeds gespeeld wordt. ECU, ja, als ik het goed heb... Het, het, de muziek die wordt gespeeld tijdens het Oostfeest... aan het begin van het voorjaar. En al die muziekstijlen en die ritmes... Van de, van de trommels en van de tambu en de tumba. Ja, die komen natuurlijk uit Afrika. Ja. Typische eigen strappen uh, van die muziek. Maar nou, Heb ik op YouTube zitten googlen of zitten intypen van muziek die Zumbi Curaçao. Nou, dan krijg je een hele lijst aan de muziek. De tambu en de tumba en die Zumbi in de CU. Ja, zie je dat terug. Dus zoek het eens op. En dan zie je dus, dat is dus een mengeling van al die verschillende elementen en segmenten bij elkaar. En ook de Europese dansen leven nog voort in Curaçao. Die uh, 17e, 18e eeuw Curaçao binnengekomen zijn. Maar die hebben dan het ritme van Curaçao gekregen. Dus de ritme is sowieso veranderd. Dat ze ja, eigenlijk goed zijn gaan horen bij Zuid-Amerika en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. En dat ze van Curaçao zijn geworden. Ja, het is de cultuur van Curaçao gehoord, die cultura. Ja? Nou, we gaan het nog hebben over geloof en bijgeloof. Want ook het geloof, ja, kun je ook op die manier bekijken... dat het is gekomen door die mengeling van verschillende segmenten. Hierboven zie je bijvoorbeeld de katholieke kerk... bij Grootkwartier, groot kwartier, de wijk die vlakbij... collegio Alejandro Paolo zit. Paolo zit. Ja? Nou, daar gaan we het zo meteen verder over hebben... Welke, welke vormen van geloof en bijgeloof, spiritualiteit, zijn er op Curaçao. Daar gaan we zo verder. Tot zo. Take it